Huh? Wat kan dit zijn? Knol Power! Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik wilde hier in de keuken eventjes een lekkere shake maken met een ontbijtje. En het begint al meteen lekker hoor. Ik laat de slakruiden vallen. Nou, wat een troep heeft dat gegeven zeg. Jongen. Maar ja, ik ga er weer een leuke dag van maken. Een sokje volgens mij ook. Laten we eens even kijken of ze in de speelbui is. Goed zo, sokje. Ja, je bent nog steeds heel erg snel. Goedemorgen, sokje. Goedemorgen. Zeg maar gedag tegen de kijkers. Hallo. En het is tijd om even lekker te sporten. En ik moet zeggen, daar heb ik echt wel heel erg veel zin in. Laat ik eens even kijken of ik Pim weer een keertje ouderwets kan laten schrikken. Hij is de laatste tijd enorm op zijn hoede, omdat ik hem één keer had laten schrikken. Toen was hij zo geschrokken, dat is ook de bedoeling natuurlijk, dat hij elke keer op zijn hoede is als ik kom. Maar dat is alweer een tijdje geleden. En dan op een gegeven moment denk je er niet meer aan. Dus hopelijk krijg ik hem nu weer te pakken. Hoe is je pik? Goed jongen. Ja, lekker. Dus ik heb rustig foam rollen. Yes! Ik kan niet eens even lekker foam rollen, jongen. Hey. Je hebt geen rust als ik kom, Pim. Iets langer. Mooi man. Als makkie, hè? Ja, ik krijg nooit rust van jou. Goed, hè? Zelfs het slechtste baantje wat ik ooit heb gehad, had ik nog meer pauze dan bij jou. Knolpower.nl. Ik ben weer helemaal gesloopt mensen, maar op een goede manier. Ik heb er energie van gekregen, ook al zie ik er nu misschien een beetje vermoeid uit. Ik ga me eventjes lekker opfrissen onder de douche, dat helpt echt heel erg veel. Hey, Quinny Boy! Hey! Zo, gaan we eventjes een stukje rijden? Een stukje rijden? Ja, we gaan even ijsje halen. Ijsje. Goed plan toch? Ja, maar dit weer is dat wel even goed plan. Zeker. Gek. Ja, lekker geluid, hè? Ja, kan je wel zeggen, ja. Oh. En als ik optrek, dan is het helemaal genieten geblazen. Echt letterlijk geblazen. Ja, dat is echt niet normaal. Maar je moeder zit te kijken, dus ik moet heel zachtjes optrekken. Hey! Anders wordt je moeder boos op mij dat ik keihard wegrijd. We rijden heel rustig weg. Niks ja. aan. Oh, gek. Gaas, holy shit. Dat is echt zo zie. Gaat niet normaal, hè? Ja. Maakt ook een geluidje, jongen. Ja, het is wel een beetje een skelter idee, omdat je helemaal heen en weer gaat in deze auto. Shoutout naar alle skelters. Hey. Holy shit. What the fuck? Nice, dude. Damn. Wat is dat, hé? Wat een vet ding, hé. Hey, geniet ervan. Fijne dag, hè. Holy shit, man. What the heck? Wat is dat? Een slingshot stond erop. Automotor. Nog nooit van mijn leven gezien. Super. Mag ik een lekker ijsje van u? It starts with heart. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Lekker man! Nou, nog eventjes voor de laatste keer, nu het nog kan. Nou, daar gaan we. Zo, zit ik weer in mijn eigen auto.
Maar wie is dit nou? Wat is je naam? Roos. Roos. En Roos die zit even bij mij in de auto. Je vindt de auto heel cool, hè? Ja. Ja, en je zag net dat er een mooi Knolpower logo op de buitenkant stond. Ja. Super vet, hè? Ja. High five. Oh, wel snel genoeg. Oh, oh. Hele goede high five nu. Kan harder. Goed zo. Ik ben even op bezoek bij Milan. Die had nog een verjaardagscadeau voor mij. Ja, en kijk die klok trouwens. Zie je die klok? Wow, die is vet. Oh, deze ziet er echt heel cool uit. Mooi klokwerk. Ja, vond ik ook. Het kan niet mooier dan dit natuurlijk, Milan. Nee, dat klopt. Maar die zijn al uitverkocht. Ja, dat klopt. Sorry. Ja, binnen 5 minuten. Ja. Netjes gedaan. Dank je. En daarom heb ik een surprise voor je. Oh. Ik heb, je bent natuurlijk onlangs jaar geweest en ik had al die cadeaus niet bij me. Maar ik heb deze nog van vakantie. Ik ben natuurlijk naar Griekenland geweest. Ja. En deze heb ik op vakantie voor je gehad. Oké. En deze, dat zijn gewoon cadeautjes voor je verjaardag. Oeh, het is het zwaar. Ja. Het is heel klein, maar heel zwaar. What? Is dit? Ik zag alleen Porsche en toen dacht ik, what? En toen dacht ik, wat is dit? Is dit een aansteker? Ja, ik weet dat je niet een aansteker nodig hebt of zo, maar ik vond hem zo cool. Kijk, je moet hem... Hoe gaat hij aan? Nee, je wilt zelf achter. Ja, maar pas op. Oh. Als je hem namelijk gaat schuiven, je moet even kijken waar de... Hier komt vuur uit. Oh, shit. Maar doe maar eens aan, dan geeft hij ook kleur. Ik denk dat hij hier moet bijgevuld worden. Oh. Maar dat kan je heel makkelijk bijvullen hieronder. Ja. Maar hij deed heel even op het begin. Maar dat is super cool, man. Ja, toch? Ja, maar het is inderdaad, ik heb het nergens voor nodig. Maar hey, ik heb in mijn soort vitrinekastje in mijn studio heb ik allemaal dingen staan die ik heel erg mooi vind. En hij is van Porsche, dus ik dacht... Ja, daarom. Dus dan kan ik deze zo tegen zo'n Porsche auto aanzetten. Zo in de vitrine. Ja. Super cool. Dankjewel, bro. Heb je een kenteken gehaald? Nee. No way! Ah! Porsche parking only. Geniaal. Ja, die moet ik gewoon in mijn garage hangen. Ja, ik weet niet of dat mag. Tuurlijk wel. Oh, oké. Ik heb een eigen parkeerplek, dus dan mag ik gewoon hangen wat ik wil. Denk ik. Geen idee. En anders doe je hem achter je dinges. Super vet, man. Echt heel erg dope. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar als ik deze dan eerst moet, wat zit... Nou, hier zit een klein verhaaltje bij. Want ik heb jou een hele lange tijd geleden, heb ik jou iets soortgelijks gegeven. Ja. Je gaat nooit raden wat het is. Je mag het raden, maar je gaat het nooit raden. En dit is eigenlijk een variant daarvan. Is het breekbaar? Ja, hè? Ja. Ja, het is breekbaar. Dacht ik dan. Huh? Wat kan dit zijn? Ja, ik weet het niet. Oh, shit. Oh mijn god. Dit is zo tof. Dit is gewoon een piece weer. Ja, weet je nog dat piece wat ik je gaf? Ja, die andere die je ooit hebt gegeven. Die witte. Ja. En nou heb ik een doorzichtige gevonden. Ik denk, hey. Geniaal. Die is echt heel tof, man. Thanks, bro. Die kan ik mooi naast die andere zetten. Ik ga de kijkers... De kijkers, jullie? Jullie zijn de kijkers. Deze heb ik in mijn studio al staan, maar dan een grotere versie. Let maar op. A few moments later. Oh, ik heb er echt moeite mee om het droog te houden, mensen. Voordat ik van Milan naar huis ging, haalde ik nog eventjes een cappuccino. En er was een jongen met volgens mij zijn zusje en zijn moeder, die hadden de auto gezien. En die jongen die wilde heel graag op de foto. En zijn zusje ook. En toen kwam die moeder naar me toe en die zei, ik wil nog heel even zeggen dat die video die jij ooit hebt gemaakt, en dat is echt 4,5 jaar geleden, 5 jaar geleden bijna, over mijn vader. Dat hem zo hard had geholpen. Zo kom amper uit mijn woorden, jeetje. En dat maakte zoveel impact op mij, niet normaal. Dat ik gewoon echt ook even moeite heb om het helemaal droog te houden. Dat jongetje die raakte helemaal in tranen en die was helemaal eventjes de weg kwijt. Omdat hij dus geen vader heeft die er voor hem is. En dit soort momenten laat mij gewoon weer zien waar ik het voor doe. En ik zei tegen hem, ik zeg, jongen, ik zeg, komt goed. Ik zeg, je ziet toch wat ik heb bereikt? Toen zei hij, ja. Ik zei, dat kan jij ook. 100%, sowieso. Echt heel erg mooi, echt heel mooi. Dat zo iemand zoveel kracht kan halen uit mijn video's, dat vind ik echt, echt heel erg tof. En je ziet het, ik ben nu 5 jaar bezig met video's maken, maar zelfs na die 5 jaar doet het me nog steeds zoveel. Hè. Dat zoveel mensen mijn video's kijken en niet allemaal misschien met zo'n bijzonder verhaal. Ik bedoel, het kan ook zijn dat je de video's kijkt, want je het
leuk vindt of je lacht er even om of omdat je nieuwsgierig bent of wat dan ook. Het maakt helemaal niet uit. Maar dit zijn wel de hele bijzondere verhalen en dat vind ik echt heel erg mooi. Dus ik ben blij dat ik wat voor die jongen kan betekenen. En degene die ik net heb ontmoet, die jongen, jij weet wel dat ik het nu tegen jou heb. Hou je sterk, jongen. Komt echt goed. Kijk, daar hebben we het staan. De grote piece en dan hier de kleine piece. En dan komt hier natuurlijk die andere te staan. En dan is de collectie, ik weet niet, het is eigenlijk helemaal geen collectie. Ik heb het gewoon gekregen omdat ik altijd de piece doe. Dus het staat er gewoon heel erg vet. Ik vind deze kast dan ook echt een superleuke toevoeging aan mijn studio. Het heeft namelijk geen nut voor mijn studio. Ja, behalve dat er wel wat laadjes zijn die ik gebruik voor mijn camera equipment en zo. Maar daarnaast vind ik het gewoon leuk om hier al mijn mooie trotse knolpower spullen neer te leggen. En dan hier gewoon wat dingen die ik heel erg tof vind. Zoals zo'n autootje, zo'n tank. En dan hier natuurlijk de 100.000 playbutton. Dit is uit de hand gelopen meeting in Utrecht. Bizar nog steeds. En dat is echt een hele mooie fanart. En dan, ja, dit vond ik gewoon leuk om te kopen. Het vond ik gewoon geinig omdat het ouderwets is. En hier oude camera's die gesloopt zijn. Of nou gesloopt zijn, gewoon kapot zijn gegaan omdat ik hem heel veel heb gebruikt. Ik heb hier een super vette foto van Lil Peep. Daar Justin Bieber. Coole Yeezys. Hier baby Yeezys. Dat vind ik zo schattig. En hier ook nog. Deze vind ik ook echt heel erg vet. Ziet er gewoon super cool uit. En dan natuurlijk deze die er hangen. Super tof. Zijn echt al hele oude schoenen, maar blijft mooi. En dan hebben we natuurlijk Sokje nog. Hallo Sokje. Oh, lekker hè. Oh. Prima dagje weer zo. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van deze vlog. Ik zou zeggen, durf een duimpje omhoog. Ik heb nog steeds die blaar, dus dat gaat wel lastig zijn met Fortnite opnemen denk ik. Want ik hou mijn muis echt raar van. Het is echt apart. Het is gewoon een bobbel lucht. Misschien moet ik hem maar doorprikken. Ik heb begrepen dat je dan een naald moet warm maken met een aansteker. En dan er doorheen moet prikken. Maar goed, ik ga sowieso wachten tot morgen. En als je dan nog zit, dan prik ik hem denk ik door. Dus als je dat interessant lijkt, dan wees er morgen bij. Tot morgen in ieder geval om 4 uur. Hoe dan ook, zie ik jullie dan. Dankjewel allemaal voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!